Goedenavond. Ja, fantastische prestatie van Lars Boom uit Vlijmen. Hij heeft vandaag de zo gevreesde kasseienetappe in de Ronde van Frankrijk gewonnen. De renner van de Belkin-ploeg kwam na een rit over 7 keienstroken na 152 kilometer alleen aan in finishplaats Arenberg. Boom is de eerste Nederlandse winnaar van een toeretappe sinds 2005. Vanmorgen zei hij nog bij ons in de uitzending dat hij zijn zinnen had gezet op deze etappe. En dat is hem dus gelukt. Je droom je al heel lang, een aantal jaren van, dit is mijn vierde Tour. En je probeert ieder jaar wel een keer een ontsnapping en een etappe te winnen. En nu win je deze speciale etappe en dat is super. En dan kom je alleen die finishstraat binnen. Ja. Wat doe je dan? Schreeuwen, huilen? In eerste instantie was het schreeuwen en daarna was het huilen over de finish. En daarna genieten met mijn 3 meiden om lekker te knuffelen. Helser dan de hel en mooier dan de hemel uiteindelijk. Nou, nu nog een keer een natte Parijs-Roubaix en dan is een droom compleet. Het is de eerste overwinning voor zijn team Belkin.